De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan het Hof van Justitie. Justitie en politie gaan nauwer samenwerken, beloofde de minister aan de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoulbaks. Rasoulbaks overhandigde de minister meteen ook een document met de speerpunten van het Hof. In dit document wordt er tevens aandacht gevraagd voor beleidsgebieden. Beide instituten hebben reeds ervoor gezorgd dat de schrijfjuristenopleiding en de RIO-opleidingen voor de civiele sector zijn geïntroduceerd. Het proces van verzelfstandigen van de rechterlijke macht moet nu ingezet worden. Ook de werkdruk op de rechters is aan de orde geweest. Zeker 8 advocaten moeten nog benoemd worden tot rechters om deze werkdruk te verminderen. De minister beloofde het Hof van Justitie ten volle te zullen ondersteunen.